Het blijft een bezienswaardigheid, een lid van het Koninklijk Huis dat op bezoek is in de regio. Heel spannend, ja, absoluut. Binnen werd de prinses opgewacht door de commissaris van de koningin en de burgemeester van Enschede. En buiten stonden de Oranjefans. Rond 1 uur was het moment daar. Met de AA82 arriveert Maxima bij de waaier op het terrein van de Universiteit Twente. We hebben even pauze en we gaan weer snel terug naar onze werkplek. Hey, vanavond mooi wat te vertellen thuis, hè? Ja, ik zal het mevrouw straks meteen doorbellen. Je hebt een foto gemaakt? Ja. Hoe zag ze eruit in het echt? Ja, mooi. Mooie vrouw, hè? De prinses was in Enschede om een congres over micro-investeringen te openen. Die gaat over mogelijkheden voor mensen, vooral in ontwikkelingslanden, om zich te verzekeren tegen allerlei risico's die je in die landen loopt. En dan moet u denken aan droogte, veesterfte, gezondheid, overstromingen, natuurrampen, noem maar op. Er was eigenlijk maar één persoon, hè, die de aftrap kon geven vandaag. Ja, wij zijn natuurlijk ontzettend trots dat prinses Maxima hier is. Dat past ook bij het profiel van onze universiteit. High-tech, maar ook human touch, ook de vertaling naar de samenleving. En dat is natuurlijk bij uitstek iets waar zij zich met haar belangstelling voor microkrediet en microverzekering mee bezighoudt. De prinses werkte een strak programma af met speeches, het in ontvangst nemen van een boek en een meet and greet. Na anderhalf uur zat het bezoek er alweer op. Bij het weggaan nam de prinses de tijd om handjes te schudden. Ontzettend leuk. Mag ik nog een beetje vast doen? Ja, tuurlijk. Oh, dat wil ik ook heel graag. Maar dan moeten wij je maken. Oh, ja. Oh ja, jullie. Oh, wij doen het ook wel.